De onderwijsdagen 2009 in het Beatrixgebouw. Humedia ging in de vorm van Lou en Thijs eens even kijken en sprak daar met mensen die wat te vertellen hadden. Zoals Arno Koenders. Hij gaf een presentatie over augmented reality. Wat? Nou ja, kijk maar. Ja, kunt u misschien even uitleggen wat augmented reality precies is voor de leek? Ja, nou, augmented reality is eigenlijk een innovatieve technologie. Eigenlijk heb je de werkelijke wereld zoals je hem nu ziet, zeg maar. Daar kun je digitale beelden of informatie overheen plakken, zodat je eigenlijk een additionele laag hebt op de werkelijkheid. En dat is augmented reality, heel simpel gezegd. Ja, u zei net in uw presentatie, we worden allemaal Terminators. Is dat echt zo? Nou, dat was meer een grappig openingszinnetje om een beetje mensen te prikkelen. Maar de film Terminator, die je misschien kent, dan zie je op een gegeven moment Arnold Schwarzenegger als de Terminator door de straat lopen. En ja, hij ziet gewoon de huizen en de mensen zoals wij ze ook zien. Maar hij heeft daar een digitale informatielaag extra bij. Van nou, dat is dit huis, dat is die persoon, dit is zo ver van me weg. En in die zin maakt het binnenkort wel mogelijk om op die manier Terminators te worden. Want nu kun je al met een mobiel telefoontje, zoals die Android-telefoons of de iPhones, kun je dat bereiken. En in de toekomst waarschijnlijk ook met contactlenzen. Ja, wat zijn de onderwijskundige mogelijkheden, zoal denkt u? Die zijn heel divers, omdat het ook een heel breed spectrum is. Je zou bijvoorbeeld heel simpel, als je nog met de methode werkt, zou je door middel van augmented reality op een bladzijde een aantal symbooltjes, zou je extra instructie kunnen geven, zou je hulpstof kunnen geven. Bijvoorbeeld als je moeite hebt bij een bepaald aantal sommen, zou je nog eens in deelstapjes uitgelegd kunnen krijgen via een filmpje of via een animatie, hoe dat sommetje in elkaar zit en hoe je dat op moet lossen. En op die manier kun je eigenlijk informatie just in time, just in place geven. En dat verlicht ook weer het werk van de docent. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar omgevingsonderwijs, dan kun je met augmented reality ook zeg maar het land in, hè, de streek in, om te kijken naar monumentale gebouwen, bomen, akkerbouw, landbouw. Eigenlijk alles op de wereld kun je taggen, kun je metadateren. Dus zul je er ook met augmented reality aan de slag kunnen gaan. Ja, kunt u misschien ook iets verzinnen voor studenten journalistiek? Even kijken hoor. Nou ja, als je bijvoorbeeld met studenten journalistiek zou... Bronnen zijn daarbij heel erg belangrijk volgens mij. Dus je zou een soort van bronnenwiki kunnen maken. Bijvoorbeeld over de historie van gebouwen. Of over kadasterbronnen. Of over nieuwsfeitenbronnen. Bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen. Als ik ergens door een park loop en ik weet dat daar een overval is gepleegd op die en die datum. Dan zou je dat kunnen geotaggen. En op die manier via augmented reality kunnen toepassen. Dus het schiet zomaar even te binnen, maar dat zou een vorm kunnen zijn. Ik zag net een filmpje over een man die deed een bril op en die begreep gelijk hoe een BMW-motor van binnen in elkaar zat. Is het misschien een idee dat, stel dat binnen een jaar of 10 dat je gewoon naar de IKEA gaat en je krijgt een paar pakketjes mee, je doet zo'n brilletje op en je schrijft zo dat ding in elkaar? Ja, en ik denk dat het niet eens 10 jaar hoeft te duren. Dat, die brillen zijn nu al te koop voor een paar $100 op internet. En aan de techniek ligt het ook niet. Dus dat gaat veel sneller gebeuren dan in 10 jaar. Dat is eigenlijk misschien wel een vervanging voor de handleiding. Hè? Het zal overigens nooit de docent weg kunnen nemen in de klas. Want onderwijs blijft mensenwerk. Het is alleen een handig hulpmiddel wat de docent meer mogelijkheden geeft. Dank u wel. Gelukkig zegt deze man nog even waar iedereen eigenlijk aan dacht, maar wat niemand durfde te zeggen. Nou ja, er zijn ook toepassingen om bijvoorbeeld lesmateriaal wat levendig te maken. Je kan je voorstellen dat je niet de Playboy of een van de seksblaadje laat zien, maar dat je dus een blad als de Playboy, maar dan natuurlijk mooier, ingepakt laat zien. En laten we zeggen, de lesstof is seksologie, je doet het boek open en je krijgt op een mooie manier vormgegeven, krijg je dan te zien wat het eigenlijk allemaal is, seksualiteit en wat er allemaal voor leuke dingen zijn, maar ook voor lastige en moeilijke dingen. Je maakt het dan echt levendig en beter dan zo'n saai boekje dat je openslaat of zo'n maf blaadje als de Playboy waar alleen maar plastic figuren in staan. Dat is mijn idee.